In het zuidwesten van Frankrijk, op zo'n 200 kilometer van Bergerac, ligt de prachtige streek de Gers. Hier woont de Nederlandse Caroline samen met haar Amerikaanse man Charles en hun dochter Mia. Ze runnen een idyllische chambre d'hôte, Domaine à Marmande, gericht op wellness en rust. Zo'n 5 jaar geleden kochten ze deze oude boerderij om hem om te toveren tot hun eigen bed and breakfast. Nou, toen wij op regenachtige januari, ik geloof het huis nummer 13 van die week, gingen we bezichtigen. En we kwamen hier, hadden we allemaal zo'n gevoel van, een veilige plek, een soort safe house. Goed gevoel kregen we automatisch van de aankomst al. En toen kwamen we het huis binnen. Toen gingen we de keuken in, die toen al zo leuk was. Toen zei ik, ja, hier kan ik koken, hier kan ik mensen ontvangen. Dit is het gewoon. Het leek ons gewoon ontzettend leuk om iets samen te doen. En het concept is uiteindelijk dus praktijk met bed and breakfast te combineren. De praktijk van Charles, acupunctuur, shiatsu, tai chi. En hopelijk kunnen we dan ook mensen inspireren om het eens een keertje te proberen. Ja, ik geef tai chi lessen aan de lokale mensen hier. Ik doe misschien 2 lessen per maand, 2 uur lang. En ja, het is goed voor mij. Goed voor mijn lichaam en mijn geest. En ja, mensen vinden het ook heel interessant te doen. Het is moeilijk om te integreren. Ik geloof dat het een soort utopie is dat als je als buitenlander in een klein boerendorpje, dun bevolkt met weinig andere buitenlanders, ja, zoals wij met een bedrijf opzetten, je nieuwe leven opzetten en dergelijke. We hebben daar eigenlijk niet zoveel tijd voor gehad en geaccepteerd dat we niet echt geïntegreerd zullen zijn. We hebben inderdaad wel wat mensen leren kennen. We hebben onder andere de buurvrouw Henriette heel goed leren kennen. Die woont op de hoek verderop. En ja, die kent iedereen. En iedereen stopt en maakt een praatje. Dus ze is een soort local burgemeester, kun je wel zeggen. Als je iets wil weten, ga je naar haar toe. Ja, alles kan ik haar vragen. Zij is mijn vraagbaak, heet dat. Iedereen helpt zijn buur. Dat is heel normaal. En de helft van de tuinplantjes komen van haar. Want we krijgen altijd stekjes mee. En ja, bijvoorbeeld deze bloemetjes hier. Als je die ziet, die zie je ook bij ons in de tuin. Dat is een bon idee. Een andere goede kennis waar Caroline vaak langs gaat is Hubert. Nou, een ander is Hubert. Dat is inderdaad de agriculteur. En hij is Mr. Mini Legume. Hij kweekt kleine groentes voor restaurants in Parijs en zo. Een beetje de luxere restaurants, daar levert hij aan. Hij is een van de betere groenteboeren, kun je wel zeggen. De kwaliteit van het leven is hier hoog, denk ik. Ik denk dat de meeste mensen eten uit hun eigen tuin. Of als je naar de markt gaat, zijn dat de kleine lokale keuterboertjes waar je wat van kan halen. Het vlees, de schapen, de koeien hier, die worden allemaal lokaal geconsumeerd, kun je wel zeggen. Ze noemen het hier ook terre d'excellence. Daar gaan de producten hier ook om. Het gaat om de superbe kwaliteit. Van alles eigenlijk wat je eet. Een typisch streekproduct uit de Gers is Armagnac. Deze sterk alcoholische drank wordt van dezelfde druiven gemaakt als cognac, maar Armagnac wordt 2 keer gedestilleerd in plaats van 1 keer, zoals bij cognac. De deuren van Domaine de Billet, waar Armagnac geproduceerd wordt, staan altijd open voor een rondleiding of een proeverij. We sturen vooral naar Domaine de Billet onze gasten, ook omdat er altijd een welkom is. Mensen kunnen hier altijd aankloppen en krijgen een degustation. Dan mogen ze echt verschillende jaren proeven en eruit kiezen. En ze worden altijd warm welkom geheten. Ja,
Nou, allereerst wat er opvalt is dat er glooiende heuvels zijn overal. Prachtige, ja, ik noem het maar broccoliveldjes met geel. Dat is dan de zonnebloemen. En ja, je hebt mooie vergezichten. En dan heel in de verte met mooi weer heb je dan die scherpe pieken van de bergen. Dat is gewoon een prachtige... Dat is al prachtig als je daar dan in rijdt. Minder druk. Bijvoorbeeld hier, er is geen files. Als je moet 20 kilometer rijden, misschien moet je langs een tractor af en toe. Maar dat is een groot verschil. Ja, als je van de rust en de ruimte houdt en toch af en toe even cultuur wil opsnuiven, dan kan dat hier. Ze hebben hier een Bastide-route. En dan rij je zo ongeveer 10 dorpjes langs. We zijn nu in het dorpje Tillac. Dat is een prachtig Bastide dorpje uit de 14e eeuw. Vreselijk mooi om te zien dat het zo lang hier al staat. Prachtige arcades. En iedereen die bij ons op bezoek is, die laat ik dit zien. Omdat het gewoon een, iets heel moois is van eeuwen geleden. Ja, dit is echt een plek om iets, om niet te zeggen van we gaan heel veel ondernemen. Dus juist om tot rust te komen. Even ontstressen. En een mooie motto had een Engelsman ontdekt. Unplug in the jers. Zonder toeters en bellen.